Richard Hendricks, welkom. Goedendag. Hij is betrokken bij verschillende activiteiten en organisaties die de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in leven houden. Wat doet u zoal? Een van de grotere activiteiten die ik samen met de vrijwilligers organiseer is op kerstmiddag. De lichtjesavond organiseren op militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Wie liggen daar op Jonkerbos in Nijmegen? Daar liggen verschillende soorten of nationaliteiten. Vooral Brits. Soldaten. Sorry. Militairen. Het is een militaire begraafplaats Jonkerbos. Daar worden de lichtjes op kerstavond neergezet. En hoe kwam je daar nou op? Want zij liggen er al 75 jaar nu. Hoe kwam je erop dat je dacht van, wij moeten hierbij stilstaan. Wij moeten hier op kerstavond met licht bij deze jonge mannen stilstaan. Ik ben zelf lid van de Royal Canadian Legion. Dat is een veteranenorganisatie van de Canadezen. Daar ben ik bijgekomen dat mijn schoonvader is Canadees. Weliswaar geen oorlogsveteraan, maar is wel heeft in Duitsland gelegen. Heeft hier in Nijmegen een meisje ontmoet, is hier blijven hangen. En dus is wel een oud Canadees militair dus. En die was lid van die Canadian Legion. En die organiseren in deze dagen herdenkingen. En ik ben denk ik een jaar of 10 geleden voor het eerst met hem mee geweest naar Holten. En daar is, ik denk 30 jaar geleden, een stichting ontstaan. Die hebben daar op kerstavond zijn die lichtjes gaan branden op de militaire begraafplaats daar. En toen, vooral om de jongens niet te vergeten, uiteraard. Vooral om de jongens niet te vergeten. En het mooie aan deze avond vind ik zelf, en dat hebben ze daar dus ook opgestart, dat gaat met de scholen uit de omgeving. Dus dat wij het niet vergeten, één, maar ook dat we het doorgeven aan de jeugd. Dus de scholen worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De vrijwilligers plaatsen de lichtjes eigenlijk langs de gangpaden waar de graven zijn. Maar het is de bedoeling dat de kinderen op die avondmiddag de lichtjes bij de graven plaatsen. Ja, en ik zeg voortdurend de jongens, want ik heb dat zelf meegemaakt bij de eerste herdenking op Jonkerbos. Dan loop je langs die graven en je kijkt naar de geboortedata en de leeftijden. Ja. En jongens is gewoon niet verkeerd, want nee. Zij waren 18, 19. Ja, hè? Ja. Het is, ik denk op Jonkerbos denk ik dat de gemiddelde leeftijd op dit moment net iets in de 20 is. Maar dan houdt het al een heel eind op. Dus dan ben je 12, je staat met je basisschool, sta je daarvoor. Je ziet iemand van 20 eigenlijk een heel leven volgens. Dat maakt enorme indruk, heb ik gemerkt. Precies. Ja, het is bij die kinderen maakt het toch wel wat los. Vragen, ik bedoel, het is heel indrukwekkend. Wat voor vragen komen er dan zoal? Nou ja, van naar de ouders toe, dat van, ze willen dan in één keer weten wat er is gebeurd. Want ja, ze zijn er misschien al wel tientallen keren langsgekomen. En ja, dan zijn het inderdaad maar gewoon een hele hoop witte stenen. Maar op het moment dat ze erbij betrokken zijn en ja, ze horen dan inderdaad dat daar soldaten begraven liggen, dan willen ze daar toch meer van weten. En dat is de hele verschillend van de een wil wat weten van hoe die daar is gekomen. En de ander van, die weet niet eens van de Tweede Wereldoorlog af. Dus ik bedoel, eigenlijk mannen, jongens, ze liggen voor de eeuwigheid in Nijmegen. Maar zouden ze misschien van tevoren ooit van Nijmegen gehoord hebben? Hè? Zij kwamen uit Engeland. Ik denk het gros. Ik denk het niet. Ik denk dat het inderdaad, ik denk dat die nooit van Nijmegen gehoord hadden voordat ze inderdaad wisten dat ze er naartoe moesten. En anders, ik denk überhaupt, vind ik al, ook een stapje terug wat we net zeiden naar de Canadezen, dat die mensen gewoon voor een ander land überhaupt, dus ik bedoel buiten Nijmegen, maar dat ze naar Nederland kwamen om Nederland te bevrijden. Net zoals wat we nou hier hebben bij de oversteek met die Amerikanen. Ik bedoel, ik vraag het me af en ik geloof het nog steeds wel. Maar dat als vandaag de dag er aan onze jonge militairen gevraagd wordt, nou jongens, we moeten daar in Amerika of waar dan ook hetzelfde doen als wat hun hier hebben gedaan. Ja, of ze dat ook zouden doen. Snap je? Dus, ja. Ja, en die vraag leg jij neer, die komen op die avond, jullie staan er stil bij.
Je begon in 2017, maar je wilde dat jaar op jaar doorzetten. En dat lukt steeds beter? Ja, ja, het is de bedoeling is, het is dus in Holte begonnen. Daar is het al heel lang geweest. En in 2016 is er voor het eerst in Groesbeek een herdenking geweest. Daar heb ik gewoon meegeholpen als vrijwilliger. En toen begon het bloed te kruipen wat niet gaan kan. Toen dacht ik, als ik nou hier in Groesbeek toch doe, dan moet iemand die handschoen ook oppakken om het in Nijmegen te gaan doen. Dus toen ben ik samen met Jan-Willem Akkers en Theo Foelie zijn we aan de gang gegaan om dus in Nijmegen, op Jonkerbos, dat te gaan doen. En vorig jaar waren het er een kleine 300 begraafplaatsen in heel Nederland. Er zijn er zo'n 450. Maar ieder jaar groeit het aantal begraafplaatsen waar dit gebeurt. Eigenlijk is het toch bijzonder dat juist hoe verder die oorlog achter ons ligt, hoe meer mensen toch die betrokkenheid voelen om stil te staan bij eigenlijk die slachtoffers, de doden, de bevrijders. Ja, precies. Ik hoor nog wel eens een keer om mij heen van dat herdenken. Ik weet niet of we dat moeten doen. Maar ik denk, ik merk steeds meer, ook natuurlijk met dit soort dagen, ik bedoel de aandacht van inderdaad de pers, maar dat het toch nog steeds inderdaad wel leeft. Maar het gaat er ook meer om hoe je het brengt. En het is niet zozeer inderdaad de oorlog aan zich, maar bijvoorbeeld inderdaad zo'n lichtjesavond. De mensen met de kerst, dus we gaan de kaarsjes neerzetten op het moment dat het nog licht is. Maar op het moment dat ze staan, zeg maar, dat ze allemaal geplaatst zijn, dan is het duister ingevallen, dan wordt het al wat donkerder. Dus het is een mooi gezicht en die mensen hebben ook een... het klinkt een beetje apart, want het zijn natuurlijk graven, maar het is heel vredig op zich. En het is eigenlijk een hele mooie opstap naar de kerst. Ze blijven nog 48 uur branden, geloof ik. Ja, ze blijven Je gaat dan weg, maar toch dat licht, dat leven is met die kerstdagen op die begraafplaats. En het aparte is ook nog, normaal moet je er natuurlijk ook niet aan denken, maar ik ben vorig jaar nog met Jan-Willem Akkers kwamen wij om 10:45 s'avonds kwamen wij even weer langs Jonkerbos gereden. En daar liepen nog gewoon mensen te kijken. Omdat het is zo apart als het donker is. Al die lichtjes die daar zo zitten. Dat het, en eerste en tweede kerstdag wordt het gewoon goed bezocht. De mensen weten ervan en die gaan dan kijken. Net wat je zegt, ze blijven 48 uur branden. En de woensdag, de vorige keer was het woensdag, maar de dag na kerst, en, dan ruimen wij ze weer op. En je ziet ook dat het initiatief, dat je hebt andere begraafplaatsen waar minder militairen liggen of slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dat daar ook het initiatief genomen wordt om licht neer te zetten. Ja, vorig jaar een mooi voorbeeld. Op Vredehof bijvoorbeeld, ook hier in Nijmegen, er was een groep vrijwilligers bij ons, die hadden geholpen smiddags met de kaarsjes neerzetten. En die hadden zoiets, op Vredehof, daar liggen dus vooral verzetsmensen, Nijmeegse verzetmensen. Die hadden het idee van, daar zullen we het ook neer moeten, daar moeten we ze ook neer gaan zetten. Die hebben bij ons wat kaarsen meegenomen en die zijn ze daar neer gaan zetten. En die hebben eigenlijk min of meer gezegd van, er waren drie jongens, van wij gaan dat volgend jaar daar weer doen. Dus stapje voor stapje breidt zich dat uit. En dat is alleen maar mooi natuurlijk. En dat is heel mooi zelfs. Ja. En je bent nu klaar voor 24 december dit jaar, zeker. 75 jaar na de oorlog. Zeker. En mensen helpen ook steeds meer. Ja, we hebben geen gebrek aan vrijwilligers. En ik vind het ook heel mooi, daar moet ik even erbij zeggen, dat onze burgemeester nog ieder jaar aanwezig is geweest. En al nu al toegezegd heeft om de aankomende december, 24 december, bij aanwezig te zijn. Dus... Nou, dan gaan wij daar ook weer bij aanwezig zijn. Dat zou heel mooi zijn. Hartelijk dank voor uw komst.